En goedemiddag allemaal. Het is altijd een beetje een onwerkelijke manier om zo een lezing te geven of een college te geven, omdat ik jullie natuurlijk niet zie. Wat ik normaal altijd heel prettig vind bij lezingen is om het ook een interactieve sessie te laten zijn, waarbij er makkelijk vragen gesteld kunnen worden en dat het makkelijk onderbroken kan worden. En dat zal nu natuurlijk minder zijn. Maar toch zou ik jullie allemaal willen vragen om, als er iets onduidelijk is, of als je bepaalde vragen hebt, of wil dat er verder op dingen in wordt gegaan, om die vragen inderdaad in de chat te plaatsen, zoals Martijn zei. En hij zal dan eventueel kijken op welk moment dat goed ingebroken kan worden. Ik zal ook proberen om, zoals Martijn in feite ook al zei, alle vragen waar ik niet aan toe kwam in deze 45 minuten, om die achteraf alsnog proberen te beantwoorden. Ik hoop dat dat goed komt. Nou, met dat gezegd hebbend, dank jullie wel dat jullie hier zijn. In de komende 45 minuten ga ik proberen wat uit te leggen over wat de beste manieren van leren zijn. De beste manieren van het leren van een taal. En dat geldt dan natuurlijk zowel voor onszelf, want ongeacht waar we staan in onze carrière, zijn we allemaal nog steeds lerend. Of het nou gaat over het toepassen van nieuwe onderwijsmethoden of lerend in ons dagelijks leven. Maar natuurlijk ook hoe wij onze leerlingen kunnen helpen om beter te leren. Nou, ik ga dat doen focussend op het algemene taalonderwijs. Maar ik zal het niet specifiek gaan hebben over echt specifieke of taalspecifieke dingen. Dat klopt natuurlijk voor een deel al, want we hebben het hier over alle vreemde talen. Maar het andere punt zal ook duidelijk worden uit de volgende context. Want ik zal eerst even beginnen met uit te leggen wie ik ben. Mijn naam is Hendrik van Rijn. Ik ben hoogleraar experimentele psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. En wat je hier ziet zijn twee kerken, de Dom en het kerkje in Woubrugge. De Dom is Utrecht, waar ik ben geboren. Woubrugge is waar ik ben opgegroeid en waar ik in feite mijn eerste stappen op het lerenpad heb gezet. Ik ging daar naar de basisschool, waar mijn moeder ook onderwijzeres was. En ik merkte daar eigenlijk al dat ik het heel erg leuk vond om mijn moeder te helpen. Ik mocht af en toe helpen nakijken. Ik vond het super intrigerend. En dat bleef ook een beetje toen ik ging studeren in Nijmegen, waar ik cognitiewetenschap heb gestudeerd. Want waar ik daarna ging kijken, is hoe mensen eigenlijk aan het lezen waren. Wat doe je eigenlijk als je aan het lezen bent? En in hoeverre worden je oogbewegingen gestuurd door wat je weet wat er gaat komen? Stel je bent een zin aan het lezen en er komt een woord dat heel erg voorspelbaar is. Is het dan waarschijnlijker dat je met je ogen niet eens in dat woord kijkt? Of is het waarschijnlijker dat je misschien wat verder in het woord landt, zodat je al sneller door kan gaan? Nou, dit zijn hele fundamentele cognitieve eigenschappen, die ook eigenlijk niet taalafhankelijk zijn. En dat is dus over wat ik net eigenlijk al zei. Oh, ik dacht dat er nu een andere animatie kwam, maar we gaan gewoon even door. Dat is wat ik net eigenlijk ook al zei. Ik ben geen taalkundige. Dus ik kan niet vertellen wat taaltechnisch gezien de beste manieren zijn om. Ik kan dus niet. Sorry, ik zag ondertussen de chat in een andere window voorbij komen. Ik kan niet uitleggen wat taaltechnisch de beste manieren zijn om te leren, maar wel wat het brein in het algemeen ons vertelt over wat de beste manieren zijn om te leren. En dat komt mede omdat ik na Nijmegen een tijd lang in Amsterdam onderzoek heb gedaan naar inductief leren. En inductief leren is het leren wat we eigenlijk steeds meer in onderwijsmethodes graag willen. We willen uitleggen hoe bepaalde fenomenen werken, maar we willen ook dat mensen het zelf ontdekken hoe het werkt, dat mensen het zelf leren toepassen. En waarom dat zo belangrijk is, zal ik straks beschrijven. Nou, dit is dus waar nu het wel komt te staan. Ik ben geen taalkundige, maar die caveat had ik net al gemaakt. Daarna ben ik doorgegaan naar Pittsburgh in de Verenigde Staten. Wat je hier ziet is de Cathedral of Learning. Het is dus weliswaar een kerk genoemd, dus daarom heb ik hem hier in dit rijtje geplaatst. Maar tegelijkertijd is dit eigenlijk gewoon alleen maar een soort wolkenkrabber in de vorm van een kathedraal. En wat hier vooral wordt gedaan, is bestudeerd hoe mensen zo optimaal mogelijk leren. Dus een deel van het werk dat ik straks zal beschrijven, komt daadwerkelijk hier uit deze kathedraal. Nou, daarna ben ik doorgegaan naar Groningen en ben ik dus uiteindelijk hoogleraar experimentele psychologie geworden. En wat ik daar heb gedaan, is onder andere wat je hier op deze slide ziet. Zoals ook in de aankondiging al stond, ben ik ook de hoogleraar achter het Slim Standpunt systeem, dat door Noordhof wordt gebruikt in alle verschillende leermethodes. Nou, dat heb ik nu gezegd en daar zal ik verder ook niet meer op terugkomen, want ik wil het eigenlijk vooral graag hebben over het algemenere leerproces.
Nou, in de aankondiging hebben we heel bewust gezegd dat we gaan kijken naar op welke manier ons brein ons nou ondersteunt in het leren van informatie. Hoe kunnen we het leren nou beter maken? Maar tegelijkertijd wil ik ook heel duidelijk benadrukken dat ik niet op detailniveau op het brein inga. Wat de visie van mijn vakgroep namelijk is, is dat het heel informatief is om op gedetailleerd niveau te kijken naar wat het brein doet, zodat we daar op groter niveau informatie uit kunnen trekken hoe het leren zou moeten werken. Maar tegelijkertijd geloof ik niet dat hoe bepaalde neuronen met elkaar vuren direct een effect heeft op hoe wij in de klas les zouden moeten geven. Het is daarvoor nuttig om een vertaalslag te maken. En je zou dat kunnen vergelijken met dat als je wil weten hoe een auto rijdt, zeg een benzineauto, dan is het niet per se nodig om te weten hoe de moleculen in de benzine met elkaar samenwerken om, nou ja, goede benzine te zijn. Ik weet hier zelf ook niks van af. Maar is het net zo nuttig om te weten van, nou, er vindt op een bepaald moment een explosie plaats en dat wordt omgezet naar beweging en daardoor rijdt een auto. We kunnen dus een aantal niveau hoger gaan. Nou, daarmee heb ik dus gezegd dat ik niet specifiek op de kleine breindetails in zal gaan. Maar er is nog iets dat ik niet ga doen. En dat is deze slide. Wat ik niet ga doen is ingaan op allerlei kleine aspecten waarvan we in de laatste jaren zeg maar steeds meer een idee hebben dat ze nuttig zijn bij het leren. En ik heb dit plaatje er bewust bij gezocht, want een van de dingen die op dit moment heel veel wordt aangemoedigd, zou je kunnen zeggen, is dat het noodzakelijk is om leren, om feitelijk leren, om declaratief leren, maar ook zeg maar om, nou ja, alle dingen die wij normaal in de klaslokaal settings doen, jullie als docenten, maar ik ook als hoogleraar met mijn studenten, om dat af te wisselen met beweging. Ik ben het er zonder meer mee eens dat beweging heel erg belangrijk is. Maar tegelijkertijd wil ik deze tijd ook gebruiken om te benadrukken dat een heleboel van de ideeën die regelmatig opkomen, bubbelen, soms wel eens een beetje, nou ja, te enthousiast bekeken worden. En dat heeft te maken met het Hawthorne-effect. Dus waarom ga ik het niet doen? Ik ga het niet doen omdat hier in deze context, in de context van het Hawthorne-effect, er een goede reden is om dat niet te doen. Het Hawthorne-effect is gerelateerd aan wat je hier ziet. Dit is een fabriek waarin lampen werden gemaakt. Wat ze hier hebben gedaan was dat ze op een gegeven moment wilden kijken hoe het leren of hoe het werken kon verbeteren. En wat ze daar hebben gedaan is dat ze daadwerkelijk de verlichting hebben veranderd in die fabriek. En wat zagen ze? Daardoor ging de productiviteit omhoog door alleen de verlichting te veranderen. Nou, het is niet helemaal duidelijk of dit verhaal echt precies zo klopt, of dit experiment echt precies zo is uitgevoerd. Maar wat wel duidelijk is, is dat dit specifieke effect een voorbeeld is van iets wat we heel veel zien. Ongeacht wat wij mensen doen, op het moment dat wij denken dat het een verbetering tot een verbetering moet leiden, leidt het ook tot een verbetering. En hier ben ik bewust even bij stil. Want dit is een heel belangrijk idee om de effecten van nieuwe methodes in het onderwijs, om daar eens goed bij stil te staan. Op het moment dat je iets verandert en je hebt het idee dat het daardoor beter zal moeten gaan, wordt het daardoor ook beter. Het is bijna een vorm van een placebo-effect. Dit is een meneer die hier zit, Dick Clark, die hier heel veel onderzoek naar heeft gedaan. En wat hij heeft laten zien is dat een heleboel veranderingen die zijn toegepast in eerste instantie heel erg nuttig zijn, maar als je dan een aantal weken of maanden verder kijkt, blijkt dat een heleboel voordelen daarvan eigenlijk vrij miniem zijn. En als je terugkijkt in de afgelopen jaren, dan valt het misschien ook wel in te zien uit jullie eigen ervaring. We hebben allerlei veranderingen gehad die een tijdje heel erg actief zijn, maar die een tijdje later weer wat minder relevant blijken te zijn. En dat is een voorbeeld van het Hawthorne-effect. Op het moment dat we iets nieuws gaan doen,
Is dat iets waarvan we enthousiast worden, waar we veel energie in steken, waar de leerlingen ook enthousiast van worden? En wat dus heel erg goed is om te doen op de korte termijn, maar waarvan we ook goed moeten nadenken of het op de lange termijn net zo nuttig is. Dan zou je dus nu kunnen zeggen van oké, nou dan zijn we dus nu wel klaar. Er is dus niet zoveel te doen. Maar dat is pertinent niet waar. Er zijn een aantal findings, een aantal bevindingen in de literatuur die super robuust zijn. Die super goed werken om het leren te verbeteren. En niet alleen op de korte termijn, maar ook op de lange termijn. Nou, die verbeteringen die worden regelmatig beschreven in de literatuur. En dit is een paper waarvan je zou kunnen zeggen, 2013, dat staat rechtsboven in de hoek, dat het niet zo heel erg recent is, maar de fenomenen die ze beschrijven zijn super essentieel en heel erg fundamenteel. In dit paper, Improving Students' Learning with Affecting Learning Techniques, beschrijven ze een aantal technieken die veel worden gebruikt en beschrijven ze kritisch of die wel of niet werken. Nou, wat ik nu in de resterende tijd van deze presentatie wil doen, is die verschillende technieken bespreken en uitleggen waarom die wel of niet werken. En ook uitleggen hoe die wel of niet gebruikt zouden kunnen worden in het onderwijs. Hoe die gebruikt zouden kunnen worden om vocabulair leren te verbeteren. Hoe die gebruikt kunnen worden om motivatie te vergroten. En vooral om ervoor te zorgen dat uiteindelijk onze leerlingen beter leren. De methodes die ze hebben, of de verschillende technieken die ze hebben, beschreven, staan hier opgenoemd. Het zijn er 10. Ik heb ze heel bewust niet vertaald. Ik heb ze hier in het Engels laten staan. Maar ik zal iedere keer bij al die punten zeg maar een soort best mogelijke beschrijving geven van die verschillende technieken. Ze staan hier in volgorde zoals ze in het paper zijn genoemd. Maar ik ga er op een eigen manier doorheen, omdat ik vind dat dat beter werkt voor het verhaal. En als eerste wil ik het gaan hebben over punt 8. Over het practice testing. Wat is dat practice testing eigenlijk? Nou, eigenlijk is het heel erg simpel. Eigenlijk is het, als je iets moet leren, genereer het dan zelf. En wat bedoel ik daarmee? Nou, ik bedoel daarmee dat we moeten ervoor zorgen dat leerlingen zelf actief aan de slag gaan met de materialen die ze moeten leren. En dat geldt zelfs in het voorbeeld van heel dom vocabulair leren. En ik zeg bewust dom, omdat we daarbij in eerste instantie niet denken dat er hogere cognitieve processen bij een rol spelen. Maar wat daaruit blijkt, en waarschijnlijk vertel ik dingen die jullie eigenlijk allemaal ook al wel aanvoelen of zelfs al weten, is dat het zelf genereren beter werkt. En waarom werkt dat beter? Nou, op het moment dat je zelf moet genereren, dus bijvoorbeeld dat je de Nederlandse woorden ziet en dat je zelf er actief bij de Franse of de Engelse of de andere, zeg maar, vreemde taalwoorden erbij genereert, dan moet je proberen het woord al op te halen. En het ophalen van het woord zelf, het actief zelf ophalen van het woord, is een super positieve bijdrage aan het langer op onthouden van dat feitje. Dus de beste manier om iets in je geheugen te krijgen is om het zelf uit je geheugen te halen. En dit is een soort contradictie, want hoe krijg je het er dan oorspronkelijk in? Nou, daarvoor kan je, zou je zeggen, niks anders doen dan het op een gegeven moment gewoon aan een leerling vertellen. En dat klopt. Maar zelfs dan is het beter, weten we, dat op het moment dat je eerst hebt geprobeerd iets op te halen, je komt erachter dat je het niet weet, en dan het antwoord geven, leidt alsnog tot betere resultaten dan het direct overlezen. En dat heeft te maken met niet het directe positieve effect, want het directe positieve effect is dus het effect van het ophalen, maar er is ook een indirect positief effect. Want op het moment dat je het probeert actief op te halen, dan is je brein zeg maar al klaar om nieuwe informatie op te nemen. Dan genereer je het antwoord, dan controleer je of het antwoord klopt. En als je dan merkt dat het antwoord klopt, dan maak je in feite een nog beter geheugenspoor daarvoor aan. En dat is dus in het geval dat het antwoord klopt. Maar zelfs als het antwoord niet klopt, is het feit dat je je brein al in gereedheid hebt gebracht om een nieuw feitje te leren, betekent dat mensen het dan al beter weten.
Nou, dit is een beetje een. In theorie weten we dus dat het eigenlijk het beste is om altijd eerst proberen een feitje op te halen voordat je het antwoord weet. De lastige uitdaging hierbij is echter wel dat mensen heel snel gedemotiveerd raken als je ze allemaal dingen vraagt die ze toch niet weten. Als ik jullie feitjes zou laten leren, dit is een voorbeeld dat ik heel vaak gebruik, wat de naam van mijn zusje is, en ik vraag dat nu aan jullie, dan zullen jullie zeggen, ja, nou ja, geen flauw idee, ik roep maar wat. En dan zeg ik, fout, een van mijn zusjes heet Sophie. En dan vraag ik jullie, nou, wat is dan de naam van mijn andere zusje? En op een gegeven moment zullen jullie gaan zeggen van, ja, dit doet er helemaal niet meer toe, want ik weet het toch niet. Zodra dat gebeurt, is leren niet meer efficiënt. Maar op het moment dat je leerlingen het gevoel kan geven dat ze denken dat ze het antwoord weten en er dan over na gaan denken, dan maakt het eigenlijk niet meer uit of ze het antwoord wel of niet weten. Het leidt altijd tot betere retentie. Dus zelf genereren is verschrikkelijk goed, zelfs als het leidt tot fouten. Nou, wat daarbij ook geldt, is dat de grootte van het zelf genereren uitmaakt. Hoe meer je zelf genereert, hoe beter. En dit is iets wat ook wat een pragmatische component heeft. Want leerlingen vinden het vaak heel erg prettig om te leren met multiple choice. Leren met multiple choice is makkelijker dan het zelf genereren, omdat je niet... Leren met multiple choice is beter dan het zelf overlezen. Leren met multiple choice is beter dan overlezen, omdat het er namelijk voor zorgt dat je alsnog moet kijken welk van de antwoorden de juiste is. Ik werd net even afgeleid, en dat merkten jullie, omdat ik namelijk op een scherm hiernaast ook het chatwindow heb staan. En daarin zag ik de vraag binnenkomen, wat gebeurt er als leerlingen gokken en ze het per ongeluk goed hebben? Ik ga nu dat window uitzetten, want ik merk dat ik er te veel word afgeleid. En Martijn gaf aan dat hij zou onderbreken op het moment dat het belangrijke vragen waren. Maar ik zal deze vraag, omdat ik hem nu toch zag, meteen even beantwoorden. Wat gebeurt er als mensen gokken en per ongeluk het goede antwoord weten? Nou, gokken en per ongeluk het goede antwoord, dat is geen probleem. Het mooie namelijk is dat het gevoel van gokken, dat weet je eigenlijk wel. En op het moment dat je dan het juiste antwoord hebt, dan leidt dat tot een verrassing, tot een surprisal effect. En we weten uit de literatuur dat surprisal juist nog beter werkt om dingen te onthouden. Dus gokken en per ongeluk het goede antwoord, dat is heel erg positief. Gokken, of zeg maar het niet weten en gaan redeneren en dan denken dat je het juiste antwoord weet, maar dan een andere antwoord geven, dat is een meer challenging situatie. Op het moment dat je denkt dat je het antwoord echt weet, en het blijkt dan toch iets anders te zijn, dan lijken die voordelen zich een beetje tegen elkaar op te heffen. Maar gelukkig gebeurt dat niet zo vaak. Dus een paar van die nadelige trials wegen niet op tegen de voordelen die je hebt op het, van het wel proberen. Nou, ik heb dus nu het window uitgezet. Dus nu zie ik de vragen niet meer binnenkomen. Ik zal helemaal in het eind nog even langskijken, want ik merk dat het me anders te veel afleidt in de rest van het verhaal. Wat ik dus aan het vertellen was, multiple choice is beter dan overlezen, want bij multiple choice moet je nog selecteren welke van degene het juiste is. Maar het is dan ook duidelijk dat open vragen nog beter zijn dan multiple choice. Maar we kunnen nog een stap verder gaan. Wat eigenlijk nog beter is, is het volledig zelf uitleggen. Zelfs bij vocabulaire is het beter om op een gegeven moment aan leerlingen te vragen van, goh, welk van de vocabulaire items ken je nog? Welk weet je nog? Welk kan je mij nog vertellen? Want dan heb je nog minder retrieval cues en dan zorgt het er nog beter voor dat de dingen die je ophaalt daadwerkelijk goed beklijven. Nou, dit volledig zelf uitleggen is een punt waar ik straks nog verder op terug zal komen. Maar ik wil na dit practice testing ook nog even door naar die laatste twee. Die distributed practice en die interleaved practice. En in feite komt dat alleen maar terug op iets wat we heel goed kennen. De herhalingseffecten. En nu zullen jullie allemaal zeggen, ja, we weten dat leerlingen dingen moeten herhalen. Want als je het niet herhaalt, zit het er niet goed in. Maar er is een bepaalde catch hieraan.
En die catch, die zal ik jullie nu beschrijven, want toen ik dat eenmaal doorhad, heeft dat echt wel geleid tot een nieuw inzicht waarom ik zelf als student vroeger dingen deed, maar ook waarom mijn studenten op bepaalde manieren leerden. Nou, wat zijn die herhalingseffecten nou? Die herhalingseffecten worden in de literatuur wel spacing genoemd. Het uit elkaar spacen van oefensessies. En die kan je eigenlijk op de volgende manier beschrijven. We hebben een moment van een test. Dat is een moment van een toetsing, een onverwachte toetsing of een aangekondigde toets. En dan heb je een laatste studiemoment en mogelijk één of meerdere studiemomenten daarvoor. En het traditionele spacingonderwijs kijkt nou wat eigenlijk de beste manier is om eerdere studiesessies en de laatste studiesessie ten opzichte van elkaar te zetten. Maar ook naar wat het effect is van de tijd tussen de laatste keer leren en het toetsen. Dus het leer-toetsen-interval. Maar het kijkt ook naar het leer-leren-interval. En wat je dan kan doen, is dan kan je een driedimensionale grafiek maken die uitlegt wat voor cijfer je krijgt afhankelijk van het leer-toetsen-interval en het leer-leren-interval. Nou, even een stapje hoger. Als we nadenken... Hederik, ja. We krijgen een vraag binnen van Eddie en die vraagt het volgende. Moet het oefenen van woordjes dan ook in die volgorde, dus multiple choice, open vragen zelf uitleggen? Er zijn ook andere online oefentools zoals quizzes die de vraagvolgorde door elkaar gooien. Maakt dat wat uit voor het leren? Voor het leren zou het op zich het beste zijn om die manier te pakken die het moeilijkst is die de leerling aan kan. En wat ik daarmee bedoel is dat op het moment dat een leerling nog helemaal niks weet, kun je natuurlijk niet vragen van, goh, vertel me eens de vocabulaire items die je afgelopen week hebt geleerd. Tegelijkertijd is het niet zo dat er per se een volgorde is die ideaal is. Ik kan mezelf bijvoorbeeld heel goed voorstellen dat voor sommige leerlingen is het makkelijker om bepaalde informatie te leren dan voor andere leerlingen. En voor die zou het heel goed mogelijk zijn om gewoon de multiple choice stap volledig over te slaan. Stel, Frans gaat je redelijk makkelijk af. Je hebt een les Frans gehad. Daarin is al het vocabulaire wat nieuw is in feite al een keer aan de orde gekomen. Dan is het helemaal niet nodig dat die leerling ook eerst nog multiple choice gaat doen. Wat wel zeker is, is dat op het moment dat een leerling goed is en het al redelijk kent, is multiple choice eigenlijk helemaal niet zo zinvol meer. En dat is heel makkelijk zelf voor te stellen. Op het moment dat wij nu met z'n allen hoofdsteden Europa zouden gaan leren, en ik zou een kaartje laten zien waarbij Parijs is gehighlight, en wij hebben als antwoordoptie Parijs, Berlijn, Praag en Madrid, dan levert dat eigenlijk voor ons helemaal niks meer op. Dat levert gewoon echt niks meer op. Dus het is meer zo dat als leerlingen goed genoeg zijn, is het eigenlijk niet nodig om die makkelijkere varianten alsnog aan te bieden. Dus het gewoon helemaal door elkaar aanbieden, daarvan zou ik als zeg maar vanuit de cognitievisie zeggen van nou, doe dat maar niet. Dat is eigenlijk zonde tijd. Ik hoop dat daarmee de vraag beantwoord is. Ik had het hier dus over het cijfer en hoe het cijfer afhankelijk is van de leer-toets-interval en van het leer-leer-interval. En wat ik nu ook aan het zeggen was, als we dit van een hoger niveau bekijken, is het natuurlijk zo dat hoe meer uur je stopt in het leren, hoe beter uiteindelijk je toets zal zijn. Maar laten we er nou eens van uitgaan dat in een realistisch geval dat een leerling zeg maar in totaal een uur tijd heeft om te leren voor een toets. En dat ook vanwege wat voor constraints dan ook, er 2 keer een half uur beschikbaar is. Dan zou zo'n leerling bij wijze van spreken in het half uur voor de toets kunnen leren en 24 uur daarvoor. Maar die leerling zou ook dat volledige uur alleen maar kunnen gebruiken vlak voor de toets. Of die leerling zou zeg maar op maandagavond kunnen leren, op woensdagavond kunnen leren en dan dat op vrijdag de toets is. Wat ik nu schets geeft al een beetje, zeg maar, ik vermoed dat jullie interne idee nu al aangeeft waar ik uiteindelijk naartoe zal gaan. En ik ga nu de grafiek laten zien, die driedimensionale grafiek. En die ziet er in het begin misschien een beetje ingewikkeld uit. Maar ik ga hem in een aantal stappen doorlopen en ik hoop dat het daarna duidelijk is. Wat je op de x-as ziet, van 110 tot en met 0, is het leer-leren-interval. Dat is het aantal dagen dat er zit tussen de eerste
en de tweede sessie. Dus 110 betekent dat er bijna 3 maanden zit tussen de eerste keer leren en de tweede keer leren. Nou, dat zullen onze leerlingen natuurlijk nauwelijks doen. Maar voor deze studie hebben ze dat wel uitgezocht. Op de as die zo'n beetje de diepte ingaat, staat het leertoetsinterval in dagen. Tussen 350 en 0. En dat betekent dus dat als het 350 is, dat je een jaar geleden voor het laatst hebt geleerd en dan de toets doet. Als je nou 0 en 0 hebt, dan betekent het dat er 0 dagen zaten tussen het leer-leerinterval, dus dat je op dezelfde dag leert, en ook 0 dagen tussen het leertoetsinterval. Dus dat betekent dat je in het uur voor de toets leert. En wat betekent dit nou? Dan zitten we hier in dit punt. En wat je kan zien in deze grafiek, is dat als je dus als leerling een zo hoog mogelijk cijfer wilt, dan is het slim, en op een bepaalde manier zelfs noodzakelijk, om al je leertijd te proppen in de minuten of in de uren voor de toets. Dus stel je hebt inderdaad een volledig uur beschikbaar, en vrijdagochtend om 8:30 het eerste vak is meteen, zeg maar, een toets, dan zou het dus eigenlijk slim zijn om te zorgen dat je om 7:30 op school aanwezig bent en je gewoon een uur lang op te sluiten met die lijst woordjes of wat je dan ook moet leren en die erin te stampen. Dan krijg je het hoogst mogelijke cijfer. Maar wat je ook ziet, is dat je daarmee in die meest rechterlijn naar beneden komt. En dat weten wij natuurlijk zelf als docenten ook allemaal. Dat is weliswaar leuk voor een hoog cijfer. Maar je weet ook zeker dat je het na een week eigenlijk al volledig vergeten bent. En als je dan kijkt naar deze grafiek, als je wil dat mensen het ongeveer zo goed mogelijk weten, zelfs een jaar later nog, dan moet je dingen dus herhalen om de 3 weken. Nou, wat nou precies het juiste interval is, dat is heel moeilijk te bepalen, want wij weten niet precies wanneer informatie weer nodig is. Wat wij als docenten allemaal wel vinden, hoop ik tenminste, is dat niet zozeer het cijfer op een toets belangrijk is, maar dat we eigenlijk willen dat mensen het gewoon weten. Weten voor het leven. Dat is waar wij ons op inzetten. Maar dit is dus een verschrikkelijk dilemma. Een dilemma wat wij in feite opleggen aan onze leerlingen. Natuurlijk willen die leerlingen een zo hoog mogelijk cijfer halen, maar tegelijkertijd weten wij dat voor het halen van een zo hoog mogelijk cijfer de leerlingen eigenlijk een suboptimale strategie aan laten leren. En dat doen we op middelbare scholen, dat doen we op universiteiten, dat doen we overal waarop we een bepaald toetsmoment hebben en dat toetsmoment zwaar meeweegt in het eindcijfer. Ik heb geen oplossing hiervoor. Anders dan dat je misschien niet zou moeten toetsen, maar dat is een heel ander verhaal. Daar heb ik ook wel interessante ideeën over, maar dat is een heel ander verhaal. Ik vind het echter wel heel belangrijk om dit heel erg te benadrukken. De kennis van ons brein zegt ons dat de manier waarop wij toetsen studenten een dilemma geeft wat ze eigenlijk niet kunnen oplossen. Wil ik voor zo'n hoog mogelijk cijfer, omdat ik voor wat voor loting dan ook later zo goed mogelijk score? Of wil ik eigenlijk leren wat onze docenten willen, wat er echter misschien wel voor zorgt dat ik een lager cijfer op die toets haal? Ik heb hier geen antwoord op, maar dit wilde ik in elk geval even duidelijk benadrukken. En dat is ook waarom ik ermee begon in dit verhaal. Nou, wat moeten we dan dus wel doen? Ik denk, en daar zijn ook heel veel methodes op gebaseerd, dat het goed is om dingen te herhalen. Dit is, denk ik, ook een reden, misschien impliciet, waarom we het vaak zo doen, dat we rijtjes woordjes, rijtjes feitjes, rijtjes definities laten leren op het moment dat we er doorheen gaan in de lesstof. En dan een aantal maanden of weken later nog een keer een overkoepelende toets geven. Dat zorgt er namelijk al een beetje voor dat we die distributed practice doen. Ik ga nu even hier naartoe om even te kijken hoe ik in de tijd zit. Uitstekend. Want wat ik namelijk nog wil doen, is een aantal van die bovenste punten bespreken. Maar ik zal ze niet allemaal zo uitgebreid bespreken als deze. Want als eerste wil ik naar dat punt wat bij 1 en 2 staat. Elaborative interrogation and self-explanation. En ik heb een beetje geworsteld met wat de vertaling zou zijn. Self-explanation is natuurlijk een soort vorm van zelfuitleg. Maar je zou het ook een soort kunnen samenvatten als te zeggen, het gaat over verdiepende ondervraging. Nou, verdiepende ondervraging is iets wat in feite jonge kinderen al doen.
Een jong kind dat telkens waarom vraagt, dat heeft misschien aan de ene kant door dat dat een leuke manier is om interactie met een ouder te hebben. Maar aan de andere kant zorgt dat er ook voor dat je uitleg krijgt, dat je begrip krijgt. En dat is precies het punt waarop dit doelt. Een hele robuuste finding is verdiepende ondervraging. Nou, dan hoop ik dat jullie je nu afvragen van waarom staat hier een badkuip? Nou, die badkuip staat er omdat dat een moment is dat ik me goed kan herinneren waarbij die waarom leg eens uit vragen die hier in feite bij horen heel goed pasten. Ik zat namelijk op de eerste klas van de middelbare school en ik moest leren voor Nederlands en we moesten de werkwoordstijden leren. En ik was daar enorm mee aan het worstelen. Ik was enorm aan het worstelen hoe ik nou VVTT moest koppelen aan ik zou gelezen hebben. En ik kwam er echt niet uit, het ging allemaal niet zo lekker op school op dat moment. Uiteindelijk is het gelukkig allemaal goed gekomen. En toen kwam mijn vader binnen en die vroeg eigenlijk van, ja maar waarom is dat nou zo? Leg eens uit. En langzaam kwam ik er in feite stapje voor stapje achter, dat je op het moment dat je bijvoorbeeld van lezen een zin moet maken in de voltooid verleden toekomende tijd, dat je het eigenlijk in stukjes kan ophakken. Toekomend betekent nou, dat je in de toekomst zal lezen, verleden toekomend. Nou, dan is het dus in het verleden toekomend dat je zou lezen. En voltooid, in de toekomst is het al gebeurd, dus zou gelezen hebben. Dit is doodsimpel natuurlijk en wij hopelijk allemaal weten dit ondertussen. Maar ik kan me dat nog heel goed herinneren, dat moment. Omdat door verdiepende ondervraging zorgde het ervoor dat ik het begreep. En wat wij weten uit onze hersenen, is dat informatie die gewoon domme feitjes zijn, verschrikkelijk slecht onthouden wordt. Domme feitjes kan je op heel veel manieren leren. Het slim stampen verhaal, waar ik het in het begin heel even kort over had, helpt daarbij. Maar op het moment dat dat niet nodig is, op het moment dat er een uitleg mogelijk is, werkt het verschrikkelijk veel beter. Een ander voorbeeld hiervan is dat ik nog steeds weet waar Coevorden ligt. Waarom weet ik dat? Omdat daar een ezelsbruggetje bij werd gebruikt. Omdat ik daarvan een ezelsbruggetje kreeg verteld. Een voorde is een ondiepe plaats in een rivier waar je doorheen kan. En dat is dus de plek waar de koeien door de rivier liepen vroeger. Dat zorgt er dus voor dat een bepaald feitje gekoppeld wordt aan een verhaal. Aan iets wat je kan begrijpen. En iets wat je kan begrijpen vinden mensen veel makkelijker dan gewoon iets domweg leren. Nou, dit is het punt van elaborative interrogation en die self-explanation. Het volgende punt van summarization lijkt hier een beetje op. Wat is summarization? Nou, summarization in het Nederlands is niks anders dan samenvatten. En samenvatten kan je op heel veel verschillende niveaus doen. Ik denk dat veel van ons ook nog wel herinneren dat het soms heel goed werkte om voor jezelf een samenvatting te schrijven. Dat is iets wat we vooral leren in verdere niveaus van studies, op mbo's, hbo's, wo's, maar wat ook al heel erg nuttig is op middelbare scholen. En dat wordt vooral gebruikt bij zaakvakken waarbij heel veel kennis noodzakelijk is, bij aardrijkskunde en bij geschiedenis. Maar het is ook heel erg nuttig om zelf uitleg te genereren, om zelf samenvattingen te genereren in de taaldomeinen. Heel vaak is het nuttig om samen te vatten, al is het maar het opschrijven in eigen woorden wat er in het boek staat. En waarom is dat nuttig? Nou, ik was aan het nadenken wat voor plaatje ik hierbij zou kiezen. En ik heb hier gekozen voor speakbriefje. Dit is een van de voorbeelden van Google Images, die royalty-vrij zijn, met speakbriefje. Want eigenlijk is het maken van een speakbriefje de ultieme vorm van samenvatten. Het is ook niet voor niks dat heel veel docenten zeggen van, zeg maar, het maken van een speakbriefje maakt dat je het meestal niet nodig hebt. En waarom is dat? Dat is omdat je heel goed aan het nadenken bent van wat je nou precies moet opschrijven. Wat zijn nou de dingen die ik eigenlijk niet weet en waar wil ik mezelf aan helpen herinneren tijdens de toets? En op het moment dat je dat doet, ben je de ultieme samenvatting aan het maken. Je zou dus ook bijna willen zeggen om leerlingen de opdracht te geven om een speakbriefje te maken. Een goed speakbriefje voor jezelf zorgt ervoor dat je het waarschijnlijk niet meer nodig hebt daarna.
Rick, ja? We hebben weer een vraag binnen, dit keer van Alex. En die vraagt, is er meer bekend over verschillen in leereffect tussen intelligentieniveaus? Of werken de strategieën in principe even effectief? Ik geef zelf Engels aan 1 basis, VMBO, tot en met 3 VWO. Ja, dat is een hele interessante vraag. Ik heb heel bewust geprobeerd methodes te kiezen die voor alle verschillende niveaus even goed zouden moeten werken. Dat gezegd hebbend, ik heb zelf weinig ervaring met heel veel verschillende niveaus. Ik geef alleen maar aan een universiteitsles en dat betekent dus dat mijn instroom relatief nauw is, zeker in vergelijking met wat jullie zullen zien. Maar ik vermoed dus dat het zo zal zijn dat bepaalde van deze methodes sneller toepasbaar zijn in de hogere niveaus dan in de lagere niveaus. En dat is omdat, in mijn perceptie nogmaals, bij VWO-leerlingen het waarschijnlijk makkelijker is om meer informatie op te pikken in de les. Dus als je teruggaat naar een paar stappen geleden, dat je eerder aan zo'n leerling zou kunnen vragen van, goh, geef me alle vocabulaire nog eens terug die we in de les hebben geleerd, welk weet je nog? Dan in andere niveaus. Maar in principe gelden al deze punten hetzelfde voor alle niveaus. Het zal natuurlijk wel zo zijn dat een samenvatting van iemand die meer context al heeft, waarschijnlijk meer to the point, meer efficiënter zal zijn dan een samenvatting van iemand die daar meer moeite voor heeft. Het zou ook goed kunnen zijn dat iemand op lagere schoolniveaus nog meer uitleg nodig heeft in het daadwerkelijk kunnen verkrijgen van deze vaardigheden. Maar daarbij moet ik zeggen dat de specifieke verschillen in die niveaus iets is wat ik niet precies weet. En dit is eigenlijk wel iets wat ik zelf ook interessant vind. Dus ik zou hier even nog wel op willen terugkomen later als er op een of andere manier later contact mogelijk is. Dankjewel, Hendrik. Ik heb daarnaast nog een vraag, dit keer van Wesley. Of van Leslie, excuus. Ik ben ook heel erg benieuwd hoe deze theorie toepasbaar is op mensen met ADHD of autisme. Maar ik gok dat dat een hele nieuwe webinar is. Daar vallen meerdere webinars over te doen. Dus ik zal niet al die antwoorden geven. Het is wel iets waar wij zelf ook mee bezig zijn. Over autisme, daar durf ik niks over te zeggen. Dat is in elk geval binnen de psychologie een bepaalde drempel, een bepaalde cut-off waarde waar ik heel voorzichtig mee om wil gaan. Binnen ADHD kan ik wel zeggen dat het erop lijkt dat deze methodes die ik hier beschrijf alsnog goed toepasbaar zijn. Waarbij het misschien wel zo is dat soms kortere periodes nuttig zijn. Maar een van de dingen die dat het in kortere periodes zal moeten plaatsvinden. Maar ik denk dat het inderdaad goed is om hier ook of in een volgende webinar een keer of nog daadwerkelijk even in een follow-up e-mail op in te gaan. Voordat ik hier punten zeg waar ik eigenlijk nog even beter over na moet denken. Dankjewel, tot zover de vragen. Oké, ik had het dus over samenvatten. Ik had net een pleidooi gehouden voor speakbriefjes, voor het schrijven van speakbriefjes, niet voor het gebruiken van speakbriefjes. Maar ik wilde nog wel daarvan zeggen van deze vorige punten, dat deze vorige punten werken, is denk ik ook iets dat wij allemaal als docenten ook wel doorhebben. En dat was waarom ik hier het plaatje van Feynman neerzette. Feynman was een natuurkundige. Hij heeft een Nobelprijs gekregen. Maar hij is vooral ook bekend omdat hij heel erg actief was in het populariseren van de natuurkunde. En het populariseren van de natuurkunde ging in zijn geval niet om een domme versie van heel erg versimpelde versie van de natuurkunde duidelijk te maken. Maar wat hij zei is dat een goed docent kan ook hele complexe dingen uitleggen. Nou denk ik dat, hoe goed we ook zijn, het soms echt wel heel erg ingewikkeld is om complexe materie uit te leggen. Maar wat hij er ook bij zei, is dat hij heel erg graag les gaf aan eerstejaarsstudenten, aan gewoon mensen die geen achtergrond hadden in de natuurkunde, omdat hem dat ertoe dwong om er beter over na te denken wat er nou precies belangrijk was.
En als jullie dezelfde ervaring hebben als ik heb, is dat op het moment dat je lesgeeft over een bepaald onderwerp, pas dan begin je te begrijpen wat de materie eigenlijk is. Pas op het moment dat je een paar jaar erover hebt nagedacht van, goh, hoe kan ik dit uitleggen? En deze leerling begrijpt het nog niet, misschien kan het op een andere manier gebeuren. Pas dan krijg je door hoe de vork daadwerkelijk in de steel zit. En je zou aan de ene kant kunnen zeggen van, nou, dat komt omdat ik gewoon nieuwe trucjes heb geleerd. Maar aan de andere kant denk ik ook dat dat komt omdat dat het ultieme voorbeeld is van die verdiepende ondervraging aan jezelf en dat samenvatten. Je bent namelijk nog een keer aan het nadenken van, oké, maar hoe zit het nou daadwerkelijk in elkaar? En op het moment dat je dat zelf doorhebt, kan je het ook goed uitleggen. Dit is ook een van de redenen waarom ik denk dat het heel erg nuttig is om leerlingen, om studenten samen te laten werken. En aan elkaar de materie uit te laten leggen. Want door het uitleggen krijg je die verdiepende ondervraging. Want wij als docenten, op het moment dat een leerling bij mij komt of student bij mij komt en zegt dat hij of zij iets niet begrijpt, moet ik ook een verdiepende ondervraging gaan doen om uit te vinden wat eigenlijk de structuur is in het brein van die leerling. En als ik dat doorheb, kan ik daar hulp op geven. Dus dat is waarom het geven van onderwijs zo goed werkt voor het leren van de materie. En dat is waarom studenten dit samen laten doen of leerlingen dit samen laten doen ook heel erg nuttig zou kunnen zijn. Nou, de mensen van jullie die de tijd een beetje bijhouden, die maken zich nu zorgen, want ik heb er nu 6 gehad en er moeten er nog 4. Maar de volgende 4 gaan eigenlijk vrij vlot. Want die robuuste technieken voor het leren hebben ze op 2 manieren geïdentificeerd. Aan de ene kant kijkend naar wat mensen vaak doen en aan de andere kant kijkend wat nou eigenlijk heel erg nuttig is. En wat blijkt? Deze 4 methoden worden wel veel gebruikt, maar zijn eigenlijk niet zo heel erg nuttig. Dus ik kan er ook vrij snel doorheen gaan. Highlighting. Wat is highlighting? Highlighting is inderdaad gewoon aangeven wat de belangrijke stukjes zijn. De belangrijke stukken in een boek. Dit is iets wat studenten, wat leerlingen heel graag doen. Even onderstrepen wat er belangrijk is. Wat blijkt echter, dat is een methode die suboptimaal werkt. Waarom werkt het suboptimaal? Het werkt suboptimaal omdat je over het algemeen highlight bij de eerste keer van het doorlezen van een complexe tekst. Maar op dat moment weet je nog niet wat er precies belangrijk is. Want je moet eerst de hele tekst lezen, het laten inzinken en dan weet je pas wat er relevant is. Op het moment dat je dan al gehighlighted teksten leest, dan heb je eigenlijk geen aandacht meer wat er omheen staat. Dus daarmee begeef je eigenlijk in een soort negatieve spiraal dat je alleen nog maar die dingen leert die je had onderstreept toen je de materialen nog niet zo goed kende. Dus dat betekent dat highlighten niet zo ideaal is. Het enige waarvoor het wel goed is, is dat het een soort pragmatisch bonus heeft. Je hebt het gevoel dat je wat aan het doen bent. En daarom is het zoiets van, ja, als het echt niet anders kan, is highlighten nog wel een techniek die je zou kunnen toepassen. Maar je moet er wel bij oppassen, want er zit wel een behoorlijke valkuil aan. Nou, de keyword mnemonic, ik kan het woord nauwelijks uitspreken, ezelsbruggetjes, is het maken van ezelsbruggetjes. Ik had net een voorbeeld van Coevorden. Dat is een ezelsbruggetje dat goed werkt. En waarom werkt dat goed? Omdat het voor mij een betekenis heeft. Ik weet nog dat het daar bij het riviertje in Drenthe lag. En ik weet nog dat het over koeien ging, die door het riviertje liepen. Maar dat is dus een ezelsbruggetje met betekenis. Het keyword ezelsbruggetje is het idee dat je zeg maar door een kamer loopt en allemaal woordjes ophangt aan plekken in die kamer. Dat is nuttig. Dat is nuttig voor het halen van een hoog cijfer op een toets. Maar dat is helemaal niet nuttig voor het leren op lange termijn. Ezelsbruggetjes zijn vaak niet nuttig voor het leren op lange termijn, behalve als het ezelsbruggetje op een of andere manier betekenis heeft. Dan is het zinvol. Als het geen betekenis heeft, is het alleen maar een soort extra retrieval path, zoals wij dat noemen, naar het feitje. En dan heb je dus een extra kans dat je het kan ophalen op de toets. Maar je vergeet het ook zo weer. Dus dat is waarom ezelsbruggetjes weliswaar nuttig zijn voor een toets, maar eigenlijk niet nuttig voor het begrip. Punt 6 is imagery use. En dat betekent zoiets dat je probeert in te denken, je probeert beelden te vormen over wat je aan het leren bent.
En dat werkt dus ook in taalleren, bij grammatica-achtige contexten. En daarvan wordt wel gezegd dat het nuttig is voor beelddenkers. Het grote probleem hierbij is, dat is ook waarom ik er een vraagteken achter heb gezet, is dat deze methode, dat het nogal twijfelachtig is of beelddenkers wel echt een categorie is die bestaat. Dit is ook iets waar we het uitgebreider over kunnen hebben, over leerstijlen en beelddenkers. Maar als je naar de brede literatuur kijkt, lijkt het er eigenlijk op dat die imagery use ook weer zoiets is als die ezelsbruggetjes. Het is misschien soms wel een klein beetje nuttig, maar eigenlijk is het niet iets wat door de wetenschap onderbouwd wordt als zijnde echt een nuttige techniek. Daarmee kom ik aan bij het laatste punt op het lijstje, het rereading. Daarvan zou je zeggen, het is toch nuttig om gewoon dingen regelmatig over te lezen? Ja, op een bepaalde manier is het nuttig om dingen over te lezen. Maar tegelijkertijd is het gewoon alleen maar overlezen van een tekst heel vaak niet zo heel erg nuttig. Je hebt het al een keer gelezen, dus terwijl je aan het lezen bent, ben je aan het bedenken, oh ja, dat wist ik nog, en dat wist ik nog, en dat wist ik nog. En dan blijkt dus ook uit literatuur dat je heel vaak de dingen die je niet meer weet, gewoon overslaat. Want je denkt, nou, dat weet ik allemaal nog wel. Het gewoon opnieuw herlezen van materialen is eigenlijk niet zo heel erg nuttig. Wat je wil doen, zijn dus die punten 1 tot en met 3. Het proberen te bedenken, weet ik alles nog? En het dan eventueel op te schrijven en dan misschien wel te rereaden om te kijken of je daadwerkelijk alles nog weet. Maar gewoon maar het herlezen voor het herlezen. Het idee van, ik heb vrijdag een toets, ik ga gewoon nog maar een keer het hele boek doorlezen. Dat is eigenlijk een beetje een waste of time. Dus ook daarvoor geldt, nou ja, als het echt niet anders kan, beter dan niks. Maar er zijn heel veel betere methodes. En nu ben ik door die lijst heen. Wat nu? Nou, wat ik heb aangegeven, zijn eigenlijk volgens mij allemaal oude koeien. Wat ik heb beschreven zijn allemaal punten die denk ik jullie allemaal van zeggen, ja, ja, dat heb ik wel eens gehoord, dat klopt, dat is wel eens waar zo. En dat klopt. Eigenlijk weten wij heel erg veel over hoe het leren werkt. En zijn jullie ook enorme experts in hoe het leren bij leerlingen werkt. Dit punt, toen ik dit voor het eerst, zeg maar, deze grafiek zag en hierover nadacht, wist ik niet dat het zo in elkaar zat. Maar dacht ik wel van ja, ja, dit is dus eigenlijk een probleem. En hier moeten we dus eigenlijk wel rekening mee houden. Eigenlijk zouden we van die toetsen af moeten stappen, maar het kan niet. En dan zoek je een soort pragmatisch midden. En ook dit punt is denk ik iets wat jullie niet vreemd in de oren zal klinken. Je wil begrip hebben van materialen. En waarom wil je begrip hebben? Je wil begrip hebben omdat aan de ene kant dat motiveert, want je hebt namelijk het idee dat je doorhebt hoe het werkt. En het feit dat sommige leerlingen zeggen van ja, dat interesseert me al niet zo, lijkt veel vaker te maken hebben met dat ze gewoon te vaak de ervaring hebben dat het niet werkt, dan dat het daadwerkelijk zo is dat het niet motiveert. En aan de andere kant beklijft het daardoor. Dingen die je kan koppelen aan andere ervaringen, die weet je nog goed. Die weet je ook nog goed over een week of over 2 weken of over een jaar of over 10 jaar. En dat is waarom het zo nuttig is om te kijken of je zelf kan uitleggen hoe de grammatica-regels werken. Of je zelf kan uitleggen wat een tekst is die je moest leren. Of je zelf nog weet, en dan gaan we wel een beetje van de ene kant van het scherm naar de andere kant van het scherm, of je zelf nog weet wat de items waren die je eigenlijk moest leren voor deze toets. Dus ja, het zijn voor een deel oude koeien. Maar tegelijkertijd is dat ook hetgene wat hoopvol is. Want dit betekent dat gewoon op basis van deze algemene componenten kan een lesprogramma worden gemaakt wat het meest optimale uit de leerlingen haalt. Dank jullie wel voor jullie aandacht.